Dus ik ben weggevallen in 1954. Ja. Je weet wat mijn bijnaam was? Nee. In de probeer. Napoleon. Ah. Ja. Dat was er wel een op het forum. Ik weet niet of je het forum hebt gelezen. Nee. Ik zal het zo niet laten zien. Er zegt er een Napoleon. Waarom zegt hij een Napoleon? Ah ja, de spelers tegen mij zijn Napoleon. Ja. Ik was een trainer op het veld. Ja. Ik was een trainer op het veld. Hm. En dus Jan de Gaar, wij kregen theorie. En dat was in een klein zaaltje. En dat was een tafel, dat was magnifiek. Die was in het groen geschilderd met witte lijnen. Daar stond een terrein op. Ja. En 22 pions, witte en zwarte gelijk. En die stelde die op. En als die gedaan was, dan zei hij altijd: Rick, heb ik het? Want hij sprak nooit over de tegenstander. Hij zei maar altijd: als je nu speelt van rechts naar links, in één tijd als het kan, en van links naar rechts, dan vind je altijd een vrijstaande man in ruimte. Ja. Denk daar eens aan als je nu in de match ziet ook. Hoe ze soms op een kant blijven, terwijl dat diegene slimme die een open trekt naar de andere kant. En zo van die algemeenheid. En dan zei hij: Rick, heb nog iets te zeggen? Ik had altijd iets te zeggen. Hè. Dan zei ik: we spelen tegen ding en we moeten oppassen voor dit. En jij speelt dan wat meer achteruit. Dan zei ik soms: van als we tegen de Malinois spelen, tegen Torke Lembrechts, dan zei ik tegen de Wiese Mangelschot: Wiese, ga niet mee, hè. Ga niet te ver mee. Blijf dat afscherpen voor de toon. Ja. De toon mocht zo min mogelijk mogen ze die bereiken. Hè. Ja, ja. He, begrijp je zo, zo van die dingen. En dus op het veld, ik deed daar veranderingen. Dat kun je natuurlijk, dat ziet je nu te weinig spelers, dat dus dat durven. Ik de, ja, en van dus verandering van spelers. Je ziet, als je nu, dus ik heb dat nog altijd gehad, nog altijd in mijn commentaar, na 10 minuten ziet je hoe die wedstrijd gaat, hè. Dat je een ploeg hebt die gemakkelijk speelt. Je krijgt een zeer een sterke ploeg tegen een zwakke ploeg. Na 10 minuten weten of dat die sterke ploeg last gaat hebben. Hè. Of dat die geen last gaat hebben. En dat, begrijp je? Het voelen van de wedstrijd. Dat is zeer belangrijk. Hè. Je moet je aanpakken, aanpassen. Hè. Als het goed gaat. Ja. Als het goed gaat. En wij waar spelen dan op het hoogste vlak. En als je goed gaat, je voelt dat je dat ander, dat je die overspeelt, daar moet je aansluiten en van profiteren. Hè? Ja, ja, ja. En dus dat is het moeilijkste ding, dat is dat als ze schrik hebben, en die schrik begint dikwijls als ze voorkomen, want dan willen ze die voorsprong niet verliezen, en dan trekken ze zich terug. En als ze zich dan te ver terugtrekken, worden de gaten te groot en spelen die ander nog en je brengt die terug in de wedstrijd. Ik zeg maar wat, die trainer die mag daarvan de dingen roepen wat je wilt. Je hebt misschien, vandaag staat er in de gazette van de oortjes. Ja. Dus, Antonis zeg maar dat ze dat maar direct doen. Hè. Ja, als je op die lijn... Ik zeg maar. Ik was dus Napoleon, ik ben dus weggevallen. Ze hebben anders een goeie gekocht om mij te vervangen. Weet je wie? Nee. Ene waar je van gehoord hebt. Ja, Urbain Brahms. Ah, ja. Urbain Brahms, hè, die je beter kent als trainer. Ja. Maar die hebben ze bij Zottegem overgeëveld om mij te vervangen. Maar ik was echt wel een trainer die dit ben. En dan...